Van kiem tot kracht. Dat is het thema van de grote internationale tuinbouwtentoonstelling die tot eind september in Rotterdam wordt gehouden. 50 jaar geleden werd in Rotterdam de Euromast gebouwd als landmark voor de Floriade, de Nederlandse wereldtuinbouwtentoonstelling. Villa Flora, een van de landmarks voor de Floriade in Venlo van 2012, werd ontworpen door mijn vader, de IJslandse architect Jón Kristinsson. Al decennia lang is hij pionier op het gebied van duurzaam bouwen. Maar in Venlo heeft hij zichzelf overtroffen met een gebouw dat meer energie genereert dan het gebruikt. Als donorgebouw levert Villa Flora zijn energieoverschot aan de ernaast gelegen toren. Maar dit gebouw is eigenlijk door een innovatie, het CO2-neutraal, uniek in Nederland. Het gebouw staat, zegt Jón altijd, tussen zon en magma. Dus dat staat eigenlijk op de aarde, is met zijn voeten met de aarde verbonden. En met het dak met de rug erboven. En al die energiestromen die worden eigenlijk in het gebouw verenigd. Als we doen wat we altijd doen, dan krijgen we ook wat we altijd krijgen. En er is echt verandering nodig, zeker op energiegebied. Er moet gewoon minder energie verbruikt worden. En daarvoor zijn innovaties nodig. In Nederland wordt 41% van de energie gebruikt in de gebouwde omgeving. En als je dus energie wilt besparen, dan kun je de bouw niet ongemoeid laten. Daarvoor is het een veel te groot percentage. Als onze kinderen later zeggen, en kleinkinderen, er is op gewezen. Er is aangetoond dat het kan en u hebt het niet gedaan. Wat zeggen we dan terug?